Oh my god. Dit bedoel ik met de scar. Dit is de bloem die je wil hebben, gek. Oh my god. Zo mensen, voordat we natuurlijk in het potje gaan duiken, wil ik eerst even iets supervets laten zien. En dat is een nieuwe game voor op je telefoon natuurlijk. Ik heb altijd wel die struggle gehad dat ik zeg maar op telefoon nooit echt een spelletje had. Dat ik dacht van, ja, hier kan ik echt plezier uithalen. Ik weet niet, op telefoon vind ik het altijd soms wat matig. Maar, ik heb nu een supervet leuk spelletje gevonden die ook nieuw is natuurlijk. En deze video is ook gesponsord door dit spel. Het spel is genaamd Dynasty Duels. Natuurlijk een supervet spel. Het is eigenlijk een soort van mix van Clash Royale en Age of Empires. Dus zeg maar Clash Royale natuurlijk met je deck, je kaarten die je kan krijgen. En die je ook moet vrijspelen, bla bla bla. En Age of Empires natuurlijk omdat je echt gebouwen moet bouwen. En het is allemaal... Ja, het is gewoon een mix ervan, dus dat is super vet natuurlijk. De game is een real-time strategy game. Dat houdt dus zeg maar in dat je 1v1 tegen elkaar speelt. Je kan dus je eigen deck samenstellen met dynasties. En dat houdt dus in dat je zeg maar poppetjes, karakters uit verschillende geschiedenistijdperken. Je hebt de Egyptenaren, de Vikingen en de Romeinen natuurlijk. De drie grootste... De drie grootste geschiedenistijdperken die er zijn geweest natuurlijk. Dus super vet dat je daar natuurlijk karakters uit kan kiezen. Eigenlijk heel kort hoe de game zeg maar werkt. Je moet zeg maar grondstoffen verzamelen. Dus je moet eerst een karakter in de game gooien die zeg maar grondstoffen uit een mijn gaat halen. Dat is een krabbertje die dat doet. En je kan heel veel... krabbetjes in het spel laten spawnen, zeg maar. Dus hoe meer krabbetjes je natuurlijk spant, hoe meer en hoe sneller grondstoffen je krijgt. En met die grondstoffen kan je, zeg maar, kan je dus verschillende troepen neerzetten. Ik ben dus nu in de gameland zoals je hier ziet. We zijn bij de homepagina gekomen en je ziet hier natuurlijk kisten, battlebox en een victory box. Die victory box krijg je natuurlijk, hoe meer winst je haalt, zeg maar hier bijvoorbeeld 5 winst halen, krijg je die victory box. En als we naar links swipen, zie je hier dus je deck die je samenstelt. Hier zijn allemaal poppetjes die ik heb vrijgespeeld op dit moment. Voor deze mummy, zeg maar mummygeest zou ik maar even zeggen, hij heet Kaba. Dit poppetje is natuurlijk 10, ik zou maar even zeggen, ja, grondstoffen, 10 grondstoffen om hem te kunnen laten spawnen. Dus je moet dus met die krabbetjes, moet je dus 10, dat zijn dit trouwens, dit zijn de miners zou ik maar zeggen, Robbie heet die. Die gaat dus uit de mijn allemaal van die punten halen, waardoor jij dus weer andere troepen kan inspannen. Dus dat is super relaxed. Ik vind het op zich wel een geinig systeem dat je echt vanuit niks begint een krabbetje... een soort krabbenleger allemaal shit uit de mijn moet gaan halen. Waardoor jij uiteindelijk een sterk leger kan bouwen. Dat vind ik wel super vet. De makers van de game is natuurlijk van het populaire spel OSM. En natuurlijk hebben ze nu dus weer een vet spel uitgebracht. En deze vind ik persoonlijk iets leuker naar mijn mening. Ik ben iets meer van dit soort games dan voetbal gerelateerd. Maar OSM is natuurlijk een heel bekend spel. Dus waarschijnlijk kennen jullie daarvan die makers natuurlijk ook. Dus Game Basics heeft dus deze game gemaakt. En ze hebben mij dus ook heel veel van die mooie... diamanten, ik noem maar even diamanten, gestuurd. Waardoor ik zeg maar iets meer kan laten zien aan jullie. Waardoor ook een vette kist kunnen gaan openen. Ik denk dat we dat gewoon moeten doen. Is ook wel leuk voor jullie natuurlijk. En we hebben sowieso een daily kist. Dus die gaan we gelijk maar even openen. Dat is wel heel erg handig natuurlijk ook te doen. Die heb je dus gratis per dag. Dus dat is super relaxed. Even zien, wat krijgen we eruit? Oeh, een woestijn. Dus iets met Egyptenaar. Oh, Scara. Oké, we hebben een soort van... wat is het? Een mug, een bij, een ding met een angel. Super sick, ouwe. Oké, die is dus vliegend. Dat is wel nice. En natuurlijk twee gratis mooie diamantjes erbij. En natuurlijk wat goud. Super bedankt. Oké, we hebben dus de gratis kist gekregen. Geopend die je per dag natuurlijk krijgt. Je ziet het dat ik over 9 uur weer erin krijg. Oké, dat is niet een hele dag. Dat is wel sick. Laten we gewoon een grote kist openen. Ik heb dat nog nooit gedaan. Dit is de eerste keer. Ik ben echt benieuwd of we zieke troepen eruit kunnen krijgen. Oké, de normale ridders. Die zijn normaal. Dus dat zegt het eigenlijk altijd niet heel speciaal. De geesten natuurlijk. Ik noem het altijd de mummiegeesten. Zoiets. Ik geef ze altijd bijna. Dat doe ik bij elk spel trouwens. Oeh, nice. Die vuurballen zijn wel chill. Die doen veel damage vooral. Dat is super sick. Chill. Nice. Daar kan ik wel. Ik wil een nieuw poppetje. Ik denk dat dit een nieuw is. Ja. Oh, nice. Oké, wat is dit? Grace. Oké. Een soort van musketeer is dit. Ai, 3 barrels. Oh, dit. Oké, ik ben benieuwd hoe deze speelt. Ik zie helaas niet de statistieken erbij. Maar ik denk dat die wel goed is. Die is wel sick. Daar ben ik blij mee, man. Eit. Oh, super sick. Die ga ik gelijk in mijn deck gooien. Even zien. Use sowieso, maar voor welke gaan we dat doen? Hij is 50 elixir, dus ik moet wel even kijken welke is nog meer 50. Ik denk dat ik hem weg doe voor de pijl en boog chappies. Ik ga deze wel gelijk upgraden, of course, hè, why not? Hij, die is sterker, hij doet... Ze heeft 244 HP, dat is echt ziek veel. Build time 6 seconden, dus je moet eerst zeg maar een soort spawnplek, een hut bouwen. Ik noem maar even een hut. Als die af is, dan pas komen de troepen eruit. 49 damage, nice. En damage per seconde 31. Dus het duurt 31 seconden voordat ze weer damage doet. Is niet redelijk snel, maar oké.
Speed normaal, het is gewoon een, ja, een normale, ja, ik denk dat die damage vooral heel chill is, man. En de HP natuurlijk, 243 HP, dat is wel echt ziek. Ik denk dat we gewoon met dit deck gewoon moeten gaan spelen, dan kan ik gewoon het beste natuurlijk laten zien aan jullie. Dus we gaan tikken op battle en we gaan in het potje, let's get it. Alrighty dan, we zijn in het potje gekomen, we moeten tegen Koi Diva met 31 wins. Oké, deze guy speelt wel wat meer, ik hoop dat we kunnen gaan winnen. Nu zie je dus dat we met 100, links zie je trouwens, links, midden zie je dus onze stenen, onze ik noem het maar even diamant voor het, om het makkelijk te maken. Zie je dus oplopen. En dat duurt best wel lang totdat we een krabbetje in de maak gaan zetten. En die krab die gaat dus uit de mijn sneller die diamonds halen. Dus dat kunnen we zeg maar sneller mensen gaan of troepen gaan neerzetten. Je ziet dus rechts onderin dat ik nu het krabbetje en die zetten dan gelijk op zo'n mijn. Ik denk dat we gewoon zoveel mogelijk krabben nu even moeten aantikken. Dus we gaan er weer eentje maken. Maar ondertussen hebben we wel genoeg om iets van een troep te gaan spannen. En ik ben echt benieuwd naar die musketier, de Grey. Level 5. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. We kunnen weer een krab neerzetten. We gaan gewoon het hele veld vol met krabben plaatsen. Kijk, hier heb je ook een mijn. Daar kunnen we ook iets plaatsen. Daar links ook. Oh shit, we worden aangevallen. Oh my god, ik moet snel werken. Oké, snel. Oh my god, ik zet alles neer. Alles neer. Oh my god, kijk, dit bedoel ik. In één op switch moet je gelijk reageren. Oh my god, ik had ze niet eens zien aankomen, gast. Oké, ik heb op dit moment geen elixir meer. Dus met deze troepen moeten we het gaan doen. Hij plaatst ook, zoals je ziet, best wel veel dingen nu. Tot nu toe, ik ga echt met een heel groot leger naar zijn kasteel toe, man. Ik denk dat hij echt wel de shit is, zeg maar. Oké, gelijk, even zien. Nice, we nemen het over. Even een krapje maken. Gelijk die weer en deze. Oké, ik heb geen elixir meer. Bro, dit is easy. Gast, deze guy. Oh my god, wat moet hij nu nog gaan doen om mij te verslaan dan? Ik denk het niet. Ik denk dat hij niks meer kan. Even een krapje nog neerzetten voor de shine. Huppakee. Ja man, easy win. Zo zie je het. Eigenlijk is het best wel simpel. Je moet zeg maar gewoon zoveel mogelijk je leger uitbreiden. Waardoor je echt insane erop af kan gaan, man. Dat is niet normaal. Deze guy kon niks. Hij had maar een paar dingen neergezet. Best wel dom van hem hoe hij speelde. Sorry dat ik het zeg. En bro, echt mijn tactiek is altijd gewoon een groot kamp bouwen. Echt een leger dat je superveel kan inzetten. En dan gewoon gaan. Gaan met z'n allen. Holy shit, ouwe. Oké, claim. Oeh, nice. Kunnen we gratis... nice. We kunnen weer upgraden. Nice. Dat is super chill. Nou, zo zie je er meer. Dan krijg je dat ook weer erbij. Nou, dit was echt relaxed, man. Dit was echt relaxed. Hey, we kunnen gelijk een Battlebox kist openen. Kijk, daar ben ik hyped voor. Even kijken of we een nieuw... Nice. Die kunnen we natuurlijk weer upgraden. En een... Oh, nice. Kijk, natuurlijk, die upgrades zijn super handig. Ik weet niet of je echt heel vaak nieuwe poppetjes krijgt. Ik denk dat het dan nog best wel moeilijk is. Chill, ai. Dit was natuurlijk super dope. Het leuke is, jongens, als je dit spel nu downloadt natuurlijk. En je laat je naam die je gebruikt. Ik heb bijvoorbeeld Games Real in dit spel. Best logisch natuurlijk. Je laat je naam in dit spel achter. Onder de in reacties. Gaat de makers natuurlijk Game Basics gaan een paar mensen uitkiezen. Waar ze dus gratis diamonds op gaan zetten. Waardoor jij natuurlijk ook weer kisten kan openen. En dat is super relaxed natuurlijk. Dus ik zou zeggen, download dit spel, maak een account en natuurlijk stuur die naam in de reacties. En wie weet, maak jij dus kans op de diamantjes. Dus hopelijk vond je deze spel leuk. De video is natuurlijk gesponsord door hun. Maar we gaan nu toch even in de Fortnite potje duiken. Dus ik zou zeggen, let's get it. Yo de mensen, super dood dat jullie kijken deze gloedien via mijn kanaal Games for jongens. En vandaag gaan we lekker natuurlijk het solo potje proberen te winnen natuurlijk. En we gaan lekker in Gotham City landen natuurlijk. Super ziek, de nieuwe tilde zou ik maar zeggen. En we gaan gewoon checken of we deze game met veel kills kunnen gaan eindigen. Dat zou super ziek zijn, want ik hou altijd natuurlijk van veel killetjes oppakken. Ik ben altijd meer van dan maar niet te winnen als ik maar gewoon veel kills heb kunnen pakken. Dat zou super ziek zijn. Oké, ik moet wel even checken, waar ligt een leuk wapentje? Even zoeken, scannen. Kut, daar ligt een shotgun. Nee! Fuck, ik mis hem. Ik ga op deze kist landen. Fuck it. Beter geeft me iets goeds. Oké, nice. SMG, kan ik mijn leven? Kut, daar is iemand gaan landen. Die heeft een shotgun. Oké, even niemand in de buurt. Nice. Kan ik deze kill pakken? Kom op. Hij is zo low, man. Ik geef hem gewoon een gratis kill, die enemy daar. Wat een lullo. Oké, er zit die guy hier binnen, man. Oké, die moet ik wel gelijk gaan focussen. Where are you at, bro? Even snel mijn SMG reloaden. Is hij daar? Bro, waarom schiet je niet? Wat doe je? Dankjewel, maar hey, what the fuck? Oké, chill, dankjewel. Oké, oh my god, jongens, het is een pleuris druk hier, dus we moeten wel even goed opletten. Ik heb in ieder geval een blauwe SMG, daar ben ik super blij mee. Alleen, dat is ook zeg maar mijn enige wapen die ik nu een beetje kan gebruiken. Want die pistol, dat is echt helemaal dramatisch. Even zien. Hij zit hier naast me. Fuck it, ik denk dat ik gewoon iedereen moet gaan pushen met die SMG, man. Fuck it. Zit hij binnen? Zit hij naar beneden? Nee. Vriend, kom hier. Niet zo doen. Oh my god, Dylan, scheve pinda, wat je bent. Oh my god. Jongens, jullie hebben toch even jullie ogen dicht gedaan voor 2 seconden daar.
Dat was heel erg awkward. Sorry jongens, dat krijgen jullie niet weer te zien op die manier. Oh my god, even zien. Zo, zo, zo. En die zo. Nice, let's go. Alright, oké. Okay. Die kan ik ook nog gebruiken. Oh my god, ik hoor allemaal mensen gek. Komt hier naar boven? Oh my god, get owned. Oh my god, Dylan, you are god. Oké, okay, het gaat nu wel wat beter. Oké, even zien. Ik laat die mini denk ik achter. Daar heb ik niet van grappler. Even zien. Daar naar boven, let's go. Ja, woehoe. Ik vind het vliegen echt goud, jongen. Hé, hey, maar ik kan zo erg uit de lucht geschoten worden. Fuck, au, 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 au. Oké, nice, we hebben het overleefd. Okay, even zien, waar zitten alle mensen? Ik ben net besjoemeld vanaf daar. Oh, nice, what the fuck? Wat deed die guy? Er zit een gast hier beneden. Ik denk dat ik hem gewoon moet gaan pushen. Yo, deze guy lagt echt heel hard, jongen. Holy shit, sorry bro dat ik je zo moet killen, maar... Wow, dat internet. Oké, okay, chill, let's go. 4 kills, ik ga gewoon door. Ik ben een beetje aan het focussen, jongens, want ik wil even tryharden. Hij zit hier, hij zit hieronder. Oh my god, hij heeft een shield volgens mij. Wat is deze guy aan het doen? Oh my god, deze guy is zo eng. Wat? Hoe loopt hij? Nee! Okay, nice, nice, nice. Oh my god, deze guy is fucking eng. Oh my god, nice, chill. Oh my god, gek. Deze guy was echt fucking kut. Oh my god, we hebben een juk. Even metsel pakken, dankjewel. Oh, ik heb geen mes trouwens. Oh my god. Oké, we hebben een juk. 5 kills. What the fuck, ouwe. Dit is nou best wel chaotisch, man. Ik weet niet wat de fuck deze guy had. Maar altijd als zeg maar een fight te lang duurt of zo, dan ga ik stressen. Dan ga ik dom bouwen en shit. Je zag het ook wel. Dus oké, we hebben het in ieder geval gered, man. Holy shit, ouwe. Hij had een pump, man. Hij kon in één keer gewoon wegpompen, gewoon. Gelukkig deed hij dat niet. Ik zit wel even te denken, man. Ik moet wel even iets van match weer hebben. Geen idee hoe ik dat nu 1, 2, 3 kan krijgen. Maar, I don't know. Ik heb in ieder geval een shield of kistje weer. Oh, nice. Shields. Oeh. Ik wil hem wel meenemen, maar ik weet niet. Ik vind mijn loadout nu ook wel even nice. Nee, fuck die deagle dan, denk ik maar. Oké. Doe het gewoon zo. Ja, deze is denk ik wel een slimme keus. Alright. Ik weet niet of er nog mensen hier zitten, man. Ik hoop van wel, trouwens. Oké, dat is een ja. Dankjewel. Dat, ja. Ja, dat was mijn antwoord gewoon die ik nodig had. Ik moet heel even daar naar binnen kluiden. Als dat lukt nu, zal heel chill zijn. Nice. Okay, let's go. Ga eens even mes jakken. Ik heb alleen bij god geen idee waar die kerel heen is gegaan. Zit hij nou onder mij of niet? Waar is die gast geland? Sowieso dat er een... Hij... Oh my god. Ik heb geen idee waar die guy heen is gegaan. Maar ik hoorde er nog iemand hier ergens lopen. Maar what the fuck? Oké, okay, nice. Je ziet hem. Fuck. Oké, okay, nice. Hij is solo. Hij is solo, vriend. Dylan, waarom ben je zo scheef? Ik ben heel scheef. Ik ben echt de scheefste van de fucking... Oh my god, ouwe. Pff, en ik heb ook nog een spectator. En moet je nagaan hoe kut dit is. Ik sta gewoon zo erg voor lul. Oh my god. Maar we hebben hem in ieder geval. Nice. Ik had hier wel even eerder heen moeten gaan, man. Hey, chill, let's go. We gaan die guy loot. Oh, what the fuck? Loot en dan gaan we gewoon loosen hier. Ai man, 6 kills. Oké, okay, zo doen we er wel even een lekker beginnetje hoor, jongens. Dat zeker. Oh my god, maar even serieus. Mijn aim mag wel even wat beter worden hoor. Holy damn. Nou, oké. Hij heeft niet echt loot wat ik nodig heb. Oké, okay, nice jongens. Ja, het zit nog wel safe. Dus ik hoef niet per se hier weg. Maar ik denk ook niet echt dat er veel mensen hier nu op afkomen. Aan de ene kant voel ik wel dat er nog mensen hier naartoe gaan komen. Ik voel gewoon zoiets. Even zien, wat is handig? Ik heb op zich gewoon loot. Match is ook niet echt meest extreem goed. Ik denk dat ik gewoon een beetje rond ga bouncen. Even zien, waar zullen mensen zitten? Daar is ook wel weer wat loot. Ik heb trouwens een spectator. Volgens mij kent iemand mij. Dat is wel goud. Je hebt volgens mij gewoon redeployed toch hier? In ieder geval dacht ik van wel. Ja bro, ik weet niet of de stad hier nog... of er mensen nog naartoe komen. Fuck ouwe, het is zo groot. Maar ik wil niet weg hier.
Want er ligt zoveel loot nog overal. Zo, ik zie daar een launchpad. Fuck it. Oké, ik hoor de sniper. Oké, nice. Chill. Dan gaan we daar zo heen. Even dit kistje pakken. Dank u wel. En Chuck Chuck. Die kan wel op zich wel meegenomen worden. Dan pak ik die launchpad hier mee. En dan gaan we gewoon loesoe. Ja, ik vind het gewoon zo. Ik vind het altijd kut om shit achter te laten. Weet je wel, qua loot gewoon. Ik weet niet. Ik vind dat gewoon kut of zo. Je weet gewoon dat er zoveel betere shit hier ligt nog. Oké, ik ga wel. Oeh, nice. Oh ja, die dingen zijn weer terug. Die bounce pass, man. Ik check dit. Dit deed ik vroeger altijd. Huppakee. En dan kan je zo vet hoog gliden. Dat is geweldig. Oké, waar waren die snipers? Holy shit, dit is opeens heel anders. Dit, hoe de game er nu uitziet. Ik dacht ergens hier in de buurt, maar ik zie helaas niemand. Ik zie ook niet echt iets gebouwd worden of zo. Fuck ouwe, waar zijn alle enemies heen? In heel Gotham City was het fucking druk en dan kom je er buiten en dan zie je niemand. Oh my god, dat was lekker. Oké, op zich, de aim is wel gewoon chill als ik gewoon even... Oh my god, what the fuck was dat? Wat meer, hoe heet dat? Geduld nemen voor een kill, weet je wel. Gewoon minder stressvol gaan schieten. Aye, let's get it. Oké, ik denk dat iedereen hier was dan, man. Ik hoor wel rifts, oké. Dat is daar ook. Geen idee hoe die kerel daar aan een rift komt, maar oké. Maakt het uit. Dus dit is al geloot. Ik ga deze guy even snel looten. Hij heeft een gouden scar. Ik weet niet, man. Ik vind die AK wel relaxed. Maar, I don't know. Een gouden scar. Ik weet niet. Wat zouden jullie meenemen, jongens? Gouden scar of... hoe heet dat? Of de dinges? Oh my fucking god. Wie was dat? Nou heb je me boos gemaakt. Ja, ik denk dat die kerel een trickshot probeerde daar. 100%. Oh, nee. Oh my god. Hij is fucking low. Hij is fucking low. Ik ga er naartoe. Fuck it. Bouncer, let's get it. Huts. Oh my god. Ik weet niet of deze guy nog... Oh my god, lekker man. Het is altijd met die Scar een beetje afwachten hoe die bloem gaat, zeg maar, weet je wel. Je snapt wel wat ik bedoel, toch? Die bloem is van die Scar zo niet te vertrouwen, zou ik maar zeggen. Ik weet niet, de ene keer schiet je alles raak. En de andere keer schiet je letterlijk alles mis, ouwe. En oh my god, gelukkig zat hij goed. Dus daarom neem ik die normale Scar mee. Die is denk ik toch wel wat accurater met de bloem. Ay man, we hebben echt... Onze loot kan niet beter. Wat had hij, een blauwe shotgun? Nee, hij had een groene. Fuck. Ik moet alleen een betere shotgun hebben. En dan hebben we gewoon letterlijk alle gewoon dikke loot die je kan krijgen. Fucking relax, man. Dit is echt chill. Kom maar, guy. Kom maar, gast. Oh my god, waar is die gast heen aan het gaan? Ik hoor hem ergens gliden die kant op. Ik ga... Volgens mij zit hij te looten, of niet? Vriend, gast, blijf hier. Oh, nice, dat was hit. Dat waren hits, jongen. Ik ga gewoon achter hem aan, vriend. Je bent fucking low. Volgens mij heeft hij geen shield meer. Nice. Misschien, waar is die gast heen? Is hij hier geland? Kut, ik heb hem niet gezien. Nee, ga door. Hallo, ik ben naast je toevallig. Bro, alsjeblieft. Oké, ik vind het hartstikke leuk, die grapplers. Maar je ziet het. Het is nog best wel sterk om weg te komen, man. Even serieus. Waar is hij heen gegaan? Zo is hij bij de brug ergens. Oh my god, hij was zo low, deze guy. Ik ben gewoon helemaal kwijt. Oh my god, wat fuck. Bro, waar is deze... Hij is sowieso hier, zit hij nog ergens. Ik denk dat hij ergens hier nog wel zit. Ik kan me niet vertellen dat deze guy helemaal weg is. What the fuck, ouwe? Deze guy... Bro! Hallo? Waar de heck is deze gast heen gegaan? Hij kan niet ver zijn, dat kan gewoon niet. Oh my god. Is dat die gast? Ik heb geen idee, maar het voelde wel zo aan. Oh kut, ik kan hier niet bouwen. Oké, even zien. Er zit daar een guy. Oké, het is een andere skin. Wat is handig om te doen? Oh my god, oké, dat ga ik niet meer doen. Nee, klaar. Doei, dat heeft me nu al fucking veel... holy shit. Holy shit, gek. Fuck, deze guy ga ik niet fucking challengen, man. Fuck hem. Doei, mazzel. Waar is die fucking Catwoman chick heen gegaan? Wat de heck, ouwe? Die gast kan totaal niet ver weg zijn en hij is gewoon ontkomen. Echt fucking kut. Die kerel had ik zo weak geschoten. Dat zul je net weer zien, hè. Dan ga ik net weer lopen, zit hij opeens hier in een hoekje. Pam, ben ik weg gewoon. Dat is altijd hoe het bij mij gaat. Ik ben die guy helemaal kwijt. Ja, die guy op die berg, dat is heel kut om te pushen, man. Ik heb geen launchpads meer doordat ik de hele tijd achter die andere gast aanging. Oké, jammer, maar oké. Ik ga hier even landen. Hij heeft iemand... Oké, niet gesniped. Ik weet niet, wat is handig om te doen? Ik heb 8 kills, dus dat is super chill. Ja, ik wil het liefst zoveel mogelijk halen, maar... Bro, ik heb gewoon niet echt meer movement zooi, man. Dat is misschien wel handig om mee te nemen. Gewoon zo'n grappler.
Toen kon ik achter die kerel gewoon heet het achteraan lopen. Wat is dit dan? Oké, okay, wacht. Ik wil dit even zien. Ik weet niet wat dit is. Visit the Scent of the Storm. Oh, wauw. Krijgen we dat weer? Lol. Oh my god. Dat zijn allemaal oude challenges, man. Echt vroeger was dat gewoon altijd. Ik denk al, wat? Ik kwam zo bekend voor, maar ook weer niet. Het was ook weer nieuw. Oké, even alles op een rijtje zetten. We gaan deze berg pushen. We hebben een beetje overzicht van waar mensen vandaan kunnen komen. Want altijd is een beetje de center van de map. Is altijd gewoon super relaxed. Om even te zitten. Dan kan je altijd de laatste overgebleven mensen zien. Ah, kut man. Oh, wat kut. Oh my god. Ik denk dat ik het zo doe. Ik zag er iemand vliegen. What the fuck was er trouwens hier geland? Oh, dat is een robot. Oké. Was dat ook wat ik zag vliegen? Volgens mij wel. Oké, ik heb wel zo'n grappler gepakt. Ik weet niet of het slim is, maar... Fuck it. Daar zitten sowieso mensen. Sowieso. Ik moet even weer een kill pakken, maar... Oh my god, die guy is zo irritant. Er zit daar een gast. Oh my god, ik heb gerekt. Oké, dit is dan weer kut, hè. Dan kan ik hem niet killen vanaf hier. Ja, dat kan ik nooit zien. Oh my god, als dat een headshot was geweest, had ik hem gewoon. Enemies. Zijn hier nog mensjes achtergebleven? Ik heb geen idee. Ik zie helaas niemand, man. Dat is zo kut altijd. Dat je zo'n lange periode gewoon... Ja, de game een beetje stil hangt. Dat is altijd zo kut, gewoon. Oké, ja. We kunnen er niet zoveel aan doen. We kunnen wel hem gaan janken, maar we kunnen ook deze guy een beetje gaan pushen. Ik weet niet of hier nog iemand zit. Eigenlijk een beetje scheid aan, trouwens. Ik heb op zich wel redelijk veel mats, man. Dus dat is wel relaxed. Oké, ik wil die guy wel gaan... Oh my god, als ik hem daar had, jongen. Ik zweer het. Wat is die gast aan het doen? Probeert hij naar die... Oh, ik dacht dat hij die zipline ging pakken. Wat doet hij? Oh my god. Dit bedoel ik met de scar. Dit is de bloem die je wil hebben, gek. Oh my god. Ik zeg het je. De suppress scar. Echt een pleuriswapen. Maar die normale. Holy shit, gek. Holy shit, gek. Dit was ziek, man. Dit was gewoon precies wat ik bedoel. Holy crap, gast. Dat was echt dik. Dat was echt een goede kill. Holy shit. We pakken de hoverboard. Oké, is dit... Waar is iedereen, man? Iedereen zit een beetje in zijn schulpje te kruipen of zo. Wat de heck? Ik zie niemand gewoon. Ik snap het niet. Het is zo leuk om een beetje te fighten. En dan gaat iedereen een beetje rondlopen hangen of zo. Ik weet niet wat het is. Ik heb ook geen idee waar iedereen zit, man. Even serieus. Er moet hier toch wel ergens iemand lopen? Of ben ik nou gek? Hallo? Mensen? Enemies? Hallo? Mensen van het goede leven. Die hoeveelboy... Oh my god, dat gaat best wel clean trouwens. Oh shit, we zitten gewoon weer op deze mooie berg. Nice, ik wil sowieso die 10 kills halen. Dat moet wel. Oh, sorry jongens. Ik ben nog steeds een beetje verkouden. Dus vandaar dat gehoest soms. Echt praten voor mij is nu echt een dingetje. Als ik veel praat zoals in de video, is het wel echt zwaar voor mij. Oh, enemy. Enemy spotted. Wat gaat die kerel doen? Oh my god. Oh my god, je ziet het gewoon, hè. Je ziet het gewoon. Hij zit gewoon niet in te campen. Let op deze actie, dit wordt goud. Oh my god. Tuurlijk! Deze man is niet zo lief. Toch even een hitje laten horen. Even zien, hoe ga ik dit aanpakken? Ik heb geen idee. Oh my god. Hij liep bijna op die trap. Wat een gozer. Wat een man. Oh my god. Oh my god, die guy is echt een panda bear, jongen. Oh my god, ouwe. Die kerel liep bijna fucking in die trap, hè. Besef. Ik killde hem niet eens zelf, maar gewoon door die trap. Wat? Wat deed hij raar daar, man? Oh my god, ik kan het echt niet geloven dat hij dat bijna deed. Wat een gozer. Bro, ik moet toch tegen 4 man, hè. Besef. 4 man. En wat? Waar zitten ze? Niet hier, dat zie ik je wel. Oh my god, waar is iedereen? Even serieus. 4 man en ik... What the fuck? Ik hoor niks qua schoot ook, hè. Niemand beweegt. Let op, die Catwoman chick, die is sowieso als laatste ook nog over. Dat is echt zo'n wegsneaker guy, weet je wel. Bro, wat is dit?
Oké, ik denk dat ik iemand heb gevonden. Ik heb zo'n licht vermoeden dat daar iemand zit. Maar dan kan ik het niet zien, maar sowieso dat hij daar zit. Ik blijf hier lekker boven zitten, man. Ik vind het dikke prima. Gewoon lekker de high ground, even een beetje mensen spotten zo meteen. Trouwens, er zit een vuilniswagen buiten te keeperen, jongen. Of nee, zo'n bouwen. Dus ik weet niet, wacht, ik ga het gewoon doen. Fuck it. Oh, ik zie een guy. Oh my god. Ik wil even mijn raam dicht doen. Zou dat kunnen, denk je? Oké, als ik... Oh my god, het geluid is heel irritant. Oké, ja. Oké, ik heb een idee. We doen dit. Hup, hup, hup. Allemaal cones hier, zo. Die, zo. Ik ga in de cone zitten. Oké, wacht heel even. Oh my god, vreselijke lawaai, jongen. Oh my god, hier. Raampje dicht en het is gewoon helemaal weg, hè. Yo, het is een graafmachine. Die staat bijna in met zijn ding in mijn fucking raam gewoon. Oké, nou, we zijn toch in een gaar potje beland. Dus ik kan toch lekker gewoon zo spelen. Bro, ik heb gewoon netjes een 10 kill, hè. Maar what the fuck is iedereen aan het campen, jongen. Vreselijk. Zie, gaat die kerel... Hij gaat ook niks doen, hè. Oh, wat kut dit. Oh, wat kut dit. Hij zit daar ook te fucking campen, jongens. Het spijt me zeer, maar even deze enemies mogen wel even een tandje erbij, hoor. What the fuck. Ik zie nog steeds niemand. Alleen deze guy. Er is één gast van de 5. Oh, tuurlijk. Plant je hele huis maar vol met dingen. Oh my god. Ik val ook helemaal naar beneden. Geweldig. Hallo vriend. Hoe is het, jongen? Oh, tuurlijk. Het is een god. Deze guy is echt goed. Ik hoor iemand anders. Oh, nice. Weten we dat ook weer, dat daar iemand zit? Deze guy is helemaal naar Jupiter aan het vallen. Mijn kill, mijn kill, mijn kill. Bro, als iemand deze kill nakt, hè. Er zit een guy er... Oh my god, daar. Ik zie het al. Nice, let's go. Hij zit in dat hutje. Hier zit ook nog één ergens hier. Oh my god, what the fuck voor lobby ben ik beland, jongen. Dit heb ik echt sinds jaren niet meer gezien. Gewoon campers gewoon, besef. Wat doet deze guy dan? Wat doet hij? Oh my god, echt, dit is niet normaal. Ik vind het gewoon grappig. Oh my god, die guy gaat sowieso voor de airdrop. Oké, die hoef ik niet echt zorgen om te maken. Waar is die andere gast? Ik moet nog tegen nog iemand, hè. Oh my god, er zit er daarheen. Oh my god, ik heb 12 kills alweer. Dit... Bro, ze hebben echt iets met die lobby's gedaan, hoor. Dat moet wel. 100% dat ik nu tegen slechtere mensen kom. Want dit is niet een lobby waar ik normaal altijd in kwam. Ik zweer het. Hier zit sowieso een guy. Ergens hieronder nog. Ik wacht even op die gast daar, hè. Die guy, ja, deze gast. Sorry dat ik het zeg, maar die weet ook niet heel erg wat hij aan het doen is. Dus we wachten gewoon die andere chap op. We gaan even naar die kant. Oh my god, hij zit gewoon vol in dat hutje te campen. Jongens, als ik dit niet win, hè. Oh my god. Oh my god, het zal wat zijn, jongen. Dat is ook echt gek worden. Die ene gast is ook uit zijn mooie hut gekropen. Het is gewoon nu een kwestie van niet dom gaan pieken zoals dit. Hij heeft ook echt wapens, jongen, voor deze, hè. Wacht even tot die andere gaat pieken. Zo is dat. Dankjewel. En die laatste. Hebben we bouncers? Kut, ik wil die even hebben, man. Heeft die gast dat? Oh my god. Awkward. Ik weet niet of dit vol zit met traps. Oké, nee. Ah, kut, man. Hij heeft geen bouncers. Fuck, ouwe. Dan heb je de kans en de beste lobby voor een mooie trickshot. En dan kan je het niet maken, omdat je geen bouncers hebt. Dat is kut. Deze guy. Deze guy. Even die boom weghalen, hè. Tat, 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 tat. Jongens, we zijn weer back in season 1. We zijn weer back in season 1. Hij heeft een sniper, hè. Hier. Ponk. Schiet hij eraf? Oh, niet eens. Maar dit dan weer wel, hè. Dat is dan weer zo onlogisch. Maar oké. Oké, nu heeft hij geen shield meer. Nice, dat wilde ik even hebben, man. Dat wil ik even hebben, man. Hier, 360 no-scope. Ik wil die no-scope zitten, man. Oké. Deze guy heeft wel wild zijn plan om hier omhoog te gaan.
Wat zei ik je? Dit is die, hoe heet dat? Die Catwoman guy, hè? Besef. Ik zei het je nog. Oh, dit is zo... Ik wil die noscope hitten, maar ik ben bang dat ik dan dood ga. Stiekem blijkt dit toch weer een god te zijn of zo, weet je wel. Oké, een tactical shotgun is blijkbaar fucking overpowered. Of nee, toch niet? Ah, dan zitten we even hier. Hey, kerel! Hoe lang duurt de video? Oké, al bijna een half uurtje. Oh nee, ik heb volgens mij ook nog een potje ervoor gedaan. Boom! Boom! Oké, dat was allemaal mis. Deze guy, man. Ik wil hem niet zo simpel killen, snap je? Maar ik wil ook wel deze game graag winnen, zeg maar. Ik zit even te twijfelen. Wat is handig om te doen? Wat is handig? Ik zie de C zo niet eens door die airdrop. Gast, die noscope. Ik wil dat hitten, man. Dan treppen we gewoon in een 14 kill game solo's, man. En besef één keer hoe sloom die game ging eigenlijk, hè. Besef één keer hoeveel kills we nog hebben gehaald, gewoon.